Hallo iedereen, welkom bij Vlogmas dag 2. Vandaag is het dag 2. Het is ochtend en Andres is net vertrokken met Mia Loetje om haar naar school te gaan brengen. Het was een rustige ochtend, alhoewel César niet helemaal in zijn doen is deze ochtend. Best al wel veel zeuren, maar ja, hij begint ook meer te willen doen en zo. Dus misschien daarmee ook een beetje. Maar Mia Loetje is redelijk vlot allemaal verlopen. Dus dat is helemaal goed. Andres moet weer naar de kapper. Hij heeft om 10 uur een afspraak. Maar hij ging ineens doorrijden naar de stad. Want het is een beetje... alleen naar Antwerpen. Want het is een beetje te zot. Ja, dit dus. Hè. Want het is dus een beetje te zot om eerst terug naar hier te komen. En dan naar Antwerpen door te rijden voor de kapper. Dus hij ging ineens naar daar. Misschien nog iets drinken of zo. Een beetje werken. En dan naar de kapper. En waarschijnlijk daarna ook nog even daar iets doen. Ik had gevraagd of hij glas en zo wou meepakken, maar hij heeft dat niet gedaan. Ja, ik had dus gevraagd om wat leeggoed mee te pakken, aangezien wij hier heel veel hebben staan momenteel. En ik graag wil dat alles een beetje aan kant is en opgeruimd als hij binnen een paar dagen vertrekt naar Dublin. Maar dan zal dat misschien van de middag of zo nog gedaan moeten worden. Onze tafel staat nog steeds vol met alles voor de adventkalenders. En de dozen met kerstgrief staan hier ook nog, omdat er gisteren niet van is gekomen om die naar boven te doen. Maar dat kunnen we dan straks ook even allemaal doen. Want de adventkalenders was echt veel werk. Dus we zijn nog niet in de helft. Dus ik ga hopelijk misschien subiet al een beetje verder kunnen doen voor Andres. Dat ik hem daar al een beetje mee kan helpen. En ja, dat dat ook vandaag ook allemaal leeg kan, die tafel. Dat zou ook wel fijn zijn. Maar we zien wel. Schat, ik denk dat jij ook terug een beetje moe aan het worden bent. Dus ik ga je subiet in bedje leggen en ja, mij dan ergens tussendoor douchen. Waarschijnlijk pas als hij terug wakker is. Want anders dan wordt hij misschien wakker van te douchen. Dus we zien wel. En schat, ja, een beetje moekjes aan het worden. Even dit voor César. Gaat goed binnen hoor. Zoete aardappel, pompoen, appeltjes en blauwe besjes. Lekker hè, schat. Ja. Oké, jongens, ik ben net gedoucht en ik ga mij nu even opmaken. Dus ik heb me hier aan de salontafel gezet met César in de relax. Ik weet eigenlijk niet. Hij heeft er net al even een dutje gedaan van 40 minuutjes of zo. Maar hij is precies al terug moe aan het worden. Het is ondertussen ook een uurtje geleden. Dus we gaan zien. Hé, schatje, maar mama gaat zich wel eerst even opmaken. Ja. Want zo gaan we niet blijven rondlopen. Oké, jongens, het is ondertussen al 12 uur. De voormiddag is echt voorbij gevlogen. Andres is er net nog even over uitgekomen om nog wat verder te werken aan de adventkalenders dat we aan het maken zijn. Want dat moet echt vandaag klaar, zodat de tafel hier terug is. Maar nu ligt heel onze eettafel ligt vol met allemaal spullen daarvoor. En ja, dat is chaos. Dat moet weg. Dus ja, dat moet afgewerkt worden. Dus ik ben er al een beetje aan het verder aan het werken. Ze daar ligt in bedje. Ik ben er net wel even terug naar boven moeten gaan. Want hij was terug wakker geworden. Dus hopelijk slaapt hij nog even goed verder. Dat ik nog wat kan verder doen. En Andres is nu een liedje gaan halen van school. Want die blijft maar een halve dag vandaag. Dus dat is een beetje de update. Maar ik zeg het, de uren zijn echt voorbij gevlogen. Normaal. Ineens is 12 uur. En ja, voordat we het goed en wel zullen beseffen, zal het ook alweer 4 uur en zo zijn. Maar ik ga eens even kijken of het morgen toevallig geen papier en karton is. Want we hebben heel veel papier en karton staan. Dus dan kan dat ook weer allemaal uit de berging. Het zou wel fijner zijn als dat deze week is, in plaats van als dat volgende week is, als Andres het niet is. Anders moet ik dat volgende week allemaal buiten zetten. Ach ja, is wat. Dat is dus even de update. Ik ga nog wat verder werken. En dan zie ik jullie zometeen. Look who's home! Mia Loetje is terug thuis. En Andres... Ah, maar ik ging op verkeerd zitten. En Andres is broodjes gaan halen. Dus wij eten lekker een broodje. Een broodje smos preparé voor mij. Heel lekker. En jij doet die wel wel proeven. En schat, jij wilt mee van mama haar broodje eten, hè? Ja. Terwijl jij een eigen chocoladebroodje hebt, zeg. Ik heb 2 broodjes, hè, ja. Ik heb een biofoam. Wauw.
En onze César die ligt hier in de relax. Dus even eten. En daarna, als César in bed ligt, hopelijk de adventkalenders afwerken. Hé, hey, Biep. Ja. We got this. Los eten van mama en Pietrojet. Oké. Mom life is altijd uw eten moeten delen. Maar echt letterlijk altijd. Ja, ja, je mag nog eens proeven. Het is ondertussen al 5:30. Het is al goed donker buiten. Wij zijn hier voor de kerstboom. En César heeft net nog zijn medicamentje in yoghurt genomen. Want dat moet nu 2 keer per dag, zowel 's ochtends als 's avonds. Ik ga hem ook zoiets een probiotica nog even geven. Oh, César. Hij wou geen dutje doen. Zijn laatste dutje. Hij was wel super moe. Hij was eigenlijk in slaap gevallen. Maar bij het wegleggen in bedje werd hij terug wakker. En daarna was hij klaar wakker. Andres die is vertrokken om te gaan tennissen. En Mieloetje ligt hier op de zetel te slapen. Again. Ze was super moe. Ze heeft ook wat snotjes en zo. En vanmiddag wou ze geen middagdutje doen. Maar ja, natuurlijk tegen 4 uur was ze stikkapot. Dus ze is in slaap gevallen op de zetel. En ze is nog steeds aan het slapen. Ik denk dat ze nu een uur of zo aan het slapen is. Dus ja, ik ga haar niet per se wakker maken, maar ik ga ze daar wel haar pyjamaatje aandoen. En ja, zien of ze nog iets wilt eten en haar anders gewoon ineens in bedje leggen. We hebben dat van de vorige week, denk ik, hebben we dat ook één dag gehad. Dat ze ook echt die kapot was. En heeft zij 13 of 14 uur of zo geslapen. Maar ja, als het nodig is, dan is het nodig. En zeker ja, met dat ze wat snotjes heeft en zo, haar lichaam zal een beetje aan het vechten zijn tegen de bacteriën. Dus it's okay. We luisteren gewoon naar ons kind, hè. Ja. Wat is het met u? En we zijn echt al spelenderwijs aan het proberen die fles te integreren. Maar momenteel geen succes. Het is echt precies vanaf dat hij doorheeft dat dat melk is, dat het echt een no-go is als dat op een andere manier is dan via mij. Ook in een open bekertje en zo ook geprobeerd, maar wat is er? Oké, ik heb de kindjes in bed gekregen. Ja, Loli bleef eigenlijk gewoon verder slapen. Het heeft wel echt lang geduurd voordat ik ze daar in bed heb gekregen. Ik ben dan er net al eens even terug moeten gaan. Maar ik heb ondertussen het papier en karton ook allemaal gedaan. Wel hier even in de living, want in de berging was weinig plek. En César is weer aan het bewegen. Ik ga me net in de zetel zetten, aangezien het dan net klaar was. Maar hij is wakker. Ik ga once again hem sussen.